Ik hou wel van de herfst. Leuker dan de zomer in ieder geval. In de zomer is het vaak mooi weer, niet altijd natuurlijk. We zitten in Nederland, maar het is wel vaak mooi weer en dan heb je toch altijd het gevoel dat je iets moet doen. Je wil, als je thuis zit. En je hebt eigenlijk nergens zin in. Dan kijk je weer naar buiten en dan is het weer mooi weer. Maar dat heb je niet in de herfst. Dan regent het. En dan is het zo makkelijker. Dus dan voel je je niet zo bezwaard om thuis op de bank te zitten. En om er niks te doen. Gewoon. Ja, dat vind ik wel leuk aan de herfst. Dat je je niet zo bezwaard voelt. Dat is wel fijn. Kan je de kachel weer aandoen. Dat is ook weer leuk. Kost wel weer extra geld. Dat is wel vervelend. Of je moet heel veel truien en zo aandoen. In je huis. Dat kan ook nog. Ja. Ja. Truien en zo in je huis aan. Om de elektriciteitsrekening te zwaaien. Nog nooit gedaan hoor. Maar dat zou je kunnen doen. De herfst. Ja. Toch lastig praten over de herfst. Nu al. Ja. Regen. Veel regen in de herfst. Regenjas, ik moet nog een regenjas kopen. Die zijn dan, dat is wel vervelend, dat je dan, is het herfst en dan heb je nieuwe kleding nodig, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Je herfstkleding en je winterkleding moet je eigenlijk gewoon, moet je al gewoon in de zomer gaan kopen, terwijl het dan nog mooi weer is. Omdat je anders te laat bent en dan is er alleen maar, minder leuk. Het leukste is dan al weg. Dat hebben al die slimme mensen die in de zomer. Slimme mensen die in de zomer dan herfstkleding gaan kopen. Ook verstandig. Ja. Doet wel minder in de herfst. Tenminste, ik doe minder in de herfst. Thuis zitten. En het is ook niet erg als je niet geen kleurtje hebt in de herfst. Ik heb nooit een kleurtje, want ik verbrand heel snel. Dus dan moet ik me altijd heel erg insmeren. En zelfs al ben ik op vakantie gegaan, ben ik gewoon nog steeds wit. Misschien een beetje, klein beetje een kleurtje, maar niet zoals die mensen die gewoon een hele mooie vakantietan hebben. Dat heb ik niet. En in de herfst is dat niet erg, weet je. Iedereen is dan gewoon, ziet er dan gewoon een beetje minder gezond uit. Ja. Het is wel jammer dat iedereen dan ook weer, ook de mooie meisjes en zo, die trekken dan ook weer, die zijn dan meer bedekt dan in de zomer. Dat is wel jammer. Maar goed. Hè? Ook hele leuke herfstkleding natuurlijk. Zo makkelijker om te studeren ook. Aangezien het altijd regent. En vies weer is. Wil je niet naar het strand gaan? Of buiten spelen? Ja, er komen ook leukere films uit in de herfst en in de winter, denk ik. Die worden dan juist op dat moment uitgebracht, omdat iedereen dan naar de bioscoop gaat. Omdat je toch niet naar het strand kan. Ja.
Lekker naar de film. Ik ben benieuwd welke films er dit jaar uitkomen in de herfst. Vast wel leuke, leuke dingen. Ook geen fantastische festivalfoto's meer van al je veel te populaire Facebook-vrienden. Die het veel te leuk hebben gehad. En alles van online zetten, dat heb je niet in de herfst. Ja, heb je vast ook wel eens andere dingen aan het doen, zoals sushi eten en naar de film gaan. Ja. Maar geen festivalfoto's meer, gelukkig. Geen vakantiefoto's. Of herfstvakantiefoto's, maar die zijn vast minder vervelend. Als ik aan herfst denk, dan denk ik vooral aan veel regen. Veel regen en kou. Maar dat vind ik wel weer fijn. Dan krijgen de plantjes weer water en dan hoef ik het zelf niet meer te doen. Niet dat ik dat doe. Dat vergeet ik meestal. Ik heb zelfs een cactus dood laten gaan. Kwam ik gisteren achter, eergisteren. Als ik aan het opruimen was, hij gewoon omgeklapt. Ja. Maar misschien dat ik nu wel plantjes ga kopen, want ze krijgen nu toch water. Zet ik ze op mijn balkon en dan lijkt het alsof ik vet verantwoordelijk ben. Maar is het eigenlijk gewoon de herfst die het voor me doet. Toch wel een goed gevoel bij de herfst. Ja. Ik denk dat het wel een leuke herfst wordt. Misschien is het ook een beetje een nostalgisch gevoel van dat je vet klein bent. Dat je dan super leuk vindt om door de blaadjes te gaan banjeren. Poppetjes maken van die blaadjes. Weet nog een keer dat ik in de eerste klas van de middelbare school. En toen moesten we, voor opdracht voor school, moest je dan gaan blaadjes verzamelen. Dat was voor biologie. Moest je blaadjes gaan verzamelen in de herfst. En die moest je dan tussen een boek, moest je die zetten en dan droogde ze uit. Een herbarium of zo heette dat. Volgens mij heette het zo. Ik sta nu wel echt voor lul als het niet zo is. Ik dacht dat het zoiets was. Herbarium. En dan, ja, dan moest je ze tussen die boeken zetten, maar dat duurde dan vet lang voordat ze droog waren. Het duurde echt 2 weken of zo. En dan moest je ze in een schrift plakken of zo, of een soort boekje maken. En dan moest je bijschrijven van welke boom het was. En ik weet nog dat er klasgenootjes, ik had het gewoon keurig op tijd gedaan. Ik vond het een superleuke opdracht. Maar er waren een paar klasgenootjes. Die waren dan te laat met al die bladeren verzamelen. Je moest echt 2 weken of zo moest je dat laten drogen. Die duurde echt super lang. Dat vergeet je dan. En dan doe je het niet. Dus die echt zo, ja, ik weet niet hoe moet ik het dan nou afkrijgen in 3 dagen. En toen hebben ze die blaadjes hebben ze in de magnetron gedaan om ze uit te drogen. Om zomaar op tijd die opdracht af te krijgen. Maar het zag er gewoon precies hetzelfde uit. Maar wel gelukt voor ze. Maar dus als je ooit een herbarium moet maken, begin 2 weken van tevoren met ze uitdrogen. Want anders ben je niet op tijd en dan moet je de magnetron gaan gebruiken. Ik ben benieuwd of er nog meer leuke opdrachten zijn in de herfst. Die je kan geven. Ja, blaadjes verzamelen. Gebeurt er nog meer allemaal in de herfst? Wandelen door het park.
Ook leuk. Het is wel mooi, de herfst eigenlijk. Het is interessanter dan de zomer of de winter. In de winter dan heb je helemaal niks meer. Het is gewoon koud en sneeuw overal en geen blaadjes aan de bomen. Maar nu in de herfst is het wel leuk. Ja. Kleuren de blaadjes van de bomen. Vet mooie kleuren allemaal. En dan op een gegeven moment vallen ze eraf. Weet je wel. Beetje treurig, toch, als je erover nadenkt. Het de laatste loodjes van alle blaadjes. De laatste. Al hun kracht wordt dan eigenlijk vet egoïstisch. Ze horen natuurlijk bij de boom. Ze zijn eigenlijk gewoon onderdeel van de boom. Maar je ziet ze los van de boom. Want ze vallen ook van de boom af. En ze zien er anders uit dan de gehele boom. Of de stam en de takken. Maar dan zuigt de boom gewoon al het leven wat er nog in die lieve blaadjes zit. Dat zuigt hij er dan uit. En dan daarom verkleuren ze. Worden ze helemaal mooi. En op een gegeven moment is het op. Heeft hij alle sappen en goede dingen. Heb je eruit gezogen. En dan gooit hij ze maar op de grond. Best lullig. Heb je alles gegeven aan de boom. En dan gooit hij je gewoon op de grond. Wel best diepzinnig zo. Ja. Oh, zielig voor al die blaadjes. En dan gaan mensen eroverheen lopen, ook nog. Of dan word je opgepakt en tussen een boek gepropt. Of erger nog in de magnetron. Zou ik liever tussen een boek gepropt willen worden? Die persoon was in ieder geval wel op tijd met me oprapen. En dan lig je ook niet zo lang op de grond. Alhoewel, het hangt er natuurlijk vanaf wanneer van de boom af ben gevallen. Vraag me af wat er met mijn herbarium is gebeurd. Vast in de prullenbak gegooid. Ook weer de bloemen, de bladeren. Gewoon zomaar in de prullenbak gegooid. Maar ze hebben wel nog even kunnen lezen. Ik denk ook wel dat ik er een goed cijfer voor heb gehad. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ja. Misschien dat die biologieleraar wel een soort van trucje om te ontdekken of die herfstbladeren dan in de magnetron waren geweest of niet. Misschien roken ze dan anders. Of ging je met een microscoop bekijken of het nou of er iets was veranderd aan de celstructuur van de bladeren. En soms heb je ook van die skeletbladeren in de herfst. Die dan. Ik weet eigenlijk niet of dat het geval was met het herbarium of ze dan. Volgens mij niet. Maar soms zie je van die bladeren dat het alleen maar van die. Alleen maar lijntjes zijn. Alleen maar zeg maar echt de nerven van het blad. De aderen of zo. Dat alle andere gewoon op is. En die boom, die dan maar gewoon volgende lente dan weer gaan, op nieuwe blaadjes. Om maar weer een soort van allemaal goede dingen van de zon op te vangen. En dan volgende herfst en dan weer op de grond te tieven. Niet zo mooi. Beetje lullig. Ik denk dat ik bladeren toch leuker vind dan bomen. Bomen worden ook super oud. Blaadjes worden niet eens een jaar redden ze. Wat zal het zijn? Van de lente tot de herfst? Ja, 6 maanden maar. Hoe lang het dan echt is? Hoe lang zo'n levensduur van zo'n blaadje is? Ja.
Muggen gaan ook weg in de herfst. Al die vervelende beesten die je hebt in de zomer, zoals wespen. Bijen zijn dan nog wel oké. Heb ik me dan laten vertellen door mijn moeder. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, ik weet wel waarom. Omdat ze bloemetjes verspreiden. Ik weet ook niet hoe je dat uitlegt. Het pollen verspreiden van bloemetjes. En dan komen er nieuwe bloemetjes. Maar die gaan ook weg in de herfst. Maar bijen zijn eigenlijk ook vervelend. Maar toch vind ik het minder vervelend als een bij om mijn eten heen zit te vliegen. Dan als een wesp dat doet. Terwijl eigenlijk is het even vervelend. Maar die gaan dus ook weg in de herfst. Winterslaap. Maar misschien is het voor hen dan al een herfstslaap. Volgens mij is het ook in de herfst dat al die eekhoorntjes en zo. Die gaan dan al die nootjes verzamelen en verstoppen. Er gebeurt wel veel in de herfst. Meer dan in de zomer. Tenminste, in de natuur dan. In de natuur. Ja. Eekhoorntjes die nootjes verstoppen. En alle dieren dat. Verstoppen alle dieren eten? Ah, ik heb beter op moeten letten in biologie. Ik was te druk bezig bij mijn herbarium. Nou, in ieder geval eekhoorntjes die verstoppen dan allemaal nootjes. Onder bomen en zo. Wel slim. Maar dan gaan ze slapen en hebben ze vet honger als ze wakker worden. Dan gaan ze dat allemaal opeten. Nootjes blijven ook lang goed. Hazelnoot. Toch denk je altijd aan een hazelnoot als je denkt dat een eekhoorn nootjes gaat verstoppen. Misschien vinden ze die helemaal niet het lekkerst. Ziet gewoon leuk uit. Zo'n eekhoorn, grote hazelnoot. Walnoot is denk ik te moeilijk. Het is helemaal openbreken en zo. Die vallen dan ook van de bomen. Nootjes. Ook leuk. Maar dan gaan ze die verstoppen en dan weten ze toch precies weer. Als ik zo lang zou slapen, maanden achter elkaar zou slapen, zou ik denk ik niks meer. Niet meer weten waar mijn nootjes lagen. Ja, die wel. Herfstvakantie. Komt er ook weer bijna aan. Ik heb nog niet echt het gevoel dat het herfst is. Het is wel, zeg maar, af en toe zo'n dag dat je denkt van, meh. Niet zo heel lekker weer. Het is nog niet echt het heerlijke herfstweer geweest. Beetje droog. Koud aan het worden. Dus je denkt, laat ik eens eventjes lekker gaan wandelen. Iedereen gaat ook wandelen in de herfst. Dat is dan, ja, even een lekker dagje wandelen. Heb ik ook gedaan hoor. Vroeger met mijn moeder. Ook in de zomer, maar voornamelijk in de herfst. Dus, ach, laten we eens gaan wandelen. Maar dan is het ook, weet je, dan is het wat kouder. Als je deze zomer zou gaan wandelen, dan, als ik dat zou gaan doen, dan is ik doorweekt, denk ik. Helemaal bezweet. Na 10 minuten. Maar in de herfst kan je dan 20 minuten zonder te zweten. Nee, wel iets langer, denk ik. Maar het is ook leuk, want dan zie je alle blaadjes die van de bomen
vallen. Toch ben ik na erover na te hebben gedacht, wel vind ik het minder leuk dat de blaadjes van de bomen vallen. Toch een beetje vervelend van die bomen. Maar goed. Ja, herfstvakantie. Ik heb geen herfstvakantie meer. Gewoon, universiteit die doet daar niet moeilijk over. Is gewoon doorstuderen. Niet eens huisvakantie. Wel leuk. Kan je wandelen. Nou, ik ben benieuwd wanneer ik echt het gevoel heb dat het herfst is, deze herfst. Dat je echt denkt van yes. Zomer is nu echt voorbij. Want ik voel nu, wanneer was het? Zondag? Zondag was gewoon mooi weer. Werd ik wakker, nergens zin in. En dan voel je toch bezwaard van, oh, het is mooi weer, ik moet iets doen. Terwijl het gewoon herfst is. Echt niet op te wachten. Dat je vrienden hier opbellen. Hey, wat ga je doen? Ja. Niks. Geen zin in. Ja, maar het is mooi weer. Ja. Zie ik ook wel. Het is gewoon herfst. Even normaal doen. Of gewoon super recalcitrant als het echt vies weer is. Dat doen mensen ook. Dat snap ik dan echt totaal niet. Dan is het echt guur smerig weer. Ja, wandelen op het strand. Waait echt als een gek. Zand in je haar. Koud. Vieze schuim dat over je heen waait. Ja, lekker wandelen op het strand. Gek. Wat is daar dan leuk aan? Dat ben ik liever bij de bomen. Gebeurt nog. Dat ziet er nog anders uit. Het strand ziet er gewoon hetzelfde uit, maar dan alles is dicht. Het is niet warm. Niemand aan het zwemmen. Super koud. Het plakkerige natte zand. Niks aan. Toch is dat wel een ding. Wandelen op het strand als het gewoon koud is. Herfst weer. Aan de andere kant van de wereld is het nu dus, terwijl het hier herfst is, is het gewoon lente. Australië en zo. En zo ook. Ik weet alleen dat het echt zo is in Australië. Nieuw-Zeeland dan waarschijnlijk ook. Maar of het nou in de rest van de landen daar in de buurt ook zo is. Misschien valt het klimaat daar wel mee, dat het gewoon een beetje medium is. Gewoon het hele jaar medium is. Maar dan is het daar gewoon lente. En dan beginnen zij zich alweer kut te voelen dat ze binnen zitten. Ah, het is wel mooi weer, ik moet iets gaan doen. Maar goed. Die hebben dan de winter net gehad. Het begint ook langer donker te zijn of eerder donker te worden. Dat vind ik dan wel weer jammer. Dat je dan vaak laat opstaat en dan is het nog best lang licht. Dus dan voel je nog een beetje, oké, nog wel redelijk gezond. Maar nu, als je dan naar een feestje gaat of zo, en het gaat te lang door, dan ga je slapen als het net licht wordt. Of eigenlijk al licht is. En dan word je wakker als het donker is. Ja, daar word je niet blij van.
daar word ik niet blij van. Misschien zijn er andere mensen die er wel blij van worden. Vampieren en zo. Maar het zijn dan weer geen mensen. Ja. Pak even een slokje water. Ook van die mensen die dan, die sparen dan, het gaat in de herfst natuurlijk vet erg regenen. En vet erg bezig met het milieu en zo. En dan gaan ze regenwater sparen. Om dat dan te gebruiken om kopjes thee van te maken. En zo. Misschien wel mee te douchen. Maar ik weet niet of je daar zo vrolijk van wordt. Dus er zit ook allemaal troep in die regen tegenwoordig. Dat hele beelden van kalksteen en zo, die verdwijnen gewoon omdat het heeft geregend. Niet één keer natuurlijk, maar best lang duurt dat. Maar als je een goede herfst hebt en een klein kalkbeeldje op je balkon, is het misschien wel weg. Zou zomaar kunnen. Ja, vakantie. Ook van die mensen die dan, die willen niks van de herfst weten. Laat maar zitten, die regen. Maar die gaan dan naar een super tropisch land op vakantie. Canarische eilanden of zo. En dan komen ze terug en dan zijn ze helemaal bruin. Maar dan sta je eigenlijk ook weer een beetje voor lul. Met je dure vakantie. Want dan is iedereen een soort van een mutsen op, een sjaals om, een verkouden. En dan kom jij terug helemaal bruin en vrolijk. Dan pas je er ook niet helemaal tussen. Canarische eilanden. Toch zou ik het wel willen. Misschien een paar dagen. Dan maar voor lul staan. Ja. Iedereen wordt ook ziek. Tenminste echt. Ik ben nog niet ziek geworden, moet ik wel echt even afkloppen. Iedereen wordt weer ziek, snotteren. Kort, vriend van hem is echt heel ziek geworden, maar die heeft amandelontsteking gekregen, denk ik. Jezus. Het is nog niet eens echt begonnen, weet je. Het was 2 dagen koud of zo. En dan helemaal ziek. Echt zielig worden, jongen. Want dan wordt het ook weer. Het is net niet. Want het is. Weet je, als je ziek bent. En het is vreselijk weer. Dan zit je lekker binnen onder je deken. Dan voel je je wel een beetje ellendig. Maar dan kan je ook gewoon. De hele tijd nutteloze films kijken onder een dekentje. En stiekem is dat best wel leuk. Tenminste, vind ik altijd. Dus gewoon. Dan ga je het ook een beetje overdrijven, weet je. Dan heb je een beetje snotneus. Oh, ik heb griep. Iedereen doet het. Oh, ik heb griep. Ik voel me zo ellendig. Terwijl je gewoon een beetje snotteren en af en toe hoesten. En dan kan je gewoon de hele dag op je bank zo onder je dekentje slechte films zitten kijken. Dat doe ik wel eens hoor. Dat moet je niet tegen mijn baas vertellen. En, zo ziek. Ik kan echt niet vandaag. Maar voor die vriend van mij,
die hebben het nu wel zwaar. Want het is nu gewoon af en toe weer mooi weer. Dan heb je één dag, denk je, oh, nou, het valt wel mee vandaag. Niet zo leuk weer. Maar dan, de dag daarna, vet mooi weer. Zit je daar binnen met je amandelontsteking. Beetje te zweten. Niet zo best. Echt niet zo best. Moet maar een herbarium voor hem gaan maken. Kan je daar doorheen kijken. Beetje slechte televisie kijken. Nergens. Toch wel leuk de herfst. Heb ik al gezegd volgens mij. Iedereen heeft het altijd over de zomer en de lente. Wat dan super leuk is, maar. De herfst wel leuker. Eigenlijk is de herfst ook misschien wel leuker om in verliefd te worden dan in de zomer. In de zomer moet je de hele tijd buiten afspreken en dingen gaan doen. Ook leuk. Maar in de herfst kan je dan, oh ja, kom maar een filmpje kijken bij mij. Dan ga ik eten voor je. Maar het is veel persoonlijker. Maakt iemand anders niet eten voor je? Dan ga je niet uit eten. Het kost ook minder geld. En het is leuker, want dan weet je gelijk of diegene netjes is. Of een beetje kan koken. Het is veel persoonlijker. Kan je lekker op de bank filmpjes kijken. Want het regent toch buiten. Of je gaat naar de bioscoop. Of je gaat op vakantie naar de Caribische eilanden. Ja, ik zou liever verliefd worden in de herfst. Met de kachel aan. Of niet. Omdat het dan koud is. Nou, oh, heb je het koud? Een knuffel? Wil je anders mijn jas lenen? Mijn trui? Ben je gelijk weer galant. Ja, de kachel is kapot. Sorry. Ja. Het is wel ook... Het is niet allemaal leuk in de herfst natuurlijk. Soms heb je ook dat het al gaat sneeuwen in de herfst. En dan, ik woon in Amsterdam. En dan is het openbaar vervoer is gewoon, bestaat niet meer. Of het komt gewoon, dan is het gewoon echt wanneer het er zin in heeft. Echt een piepklein beetje snel, alles helemaal afgelopen. Dan moet je fietsen door de sneeuw of de regen. En dan ben je niet, weet je, in de zomer als je moet fietsen dan, en het is warm, dan ben je nat van het zweet. En in de herfst is het, moet je fietsen en dan ben je, of allebei, dat is het allerergste. Dan is het en benauwd en het regent. Dus dan heb je je regenjas aan, wat dus niet ademt, want het is een regenjas. Dus dan zweet je helemaal kapot. En dan ben je ook nog nat van de regen. Natte broek en zo. En dan moet je nog naar je werk. Of naar je date. In de bioscoop. Verzopen kat. Maar dan heb je wel het excuus van. In de zomer is het gewoon. Het is mooi weer. En je bent nat. Dan is het. Ja. Die heb gewoon gezweet. Het kan niet anders. Maar in de herfst. Ja. Regenjas is lek of zo. Ik weet het niet. Werkt gewoon niet zo goed. Het is gewoon regen. Pas als je een paar uur daarna begint te stinken. Dan. Wordt het misschien wel duidelijk. Ja. Maar ja, dan moet je door de regen naar je werk heen fietsen. Zware winden en zo, dat is minder gezellig. Eigenlijk zou je dan gewoon
Ja, in de herfst is het wel leuk om een auto te hebben, denk ik. Alhoewel. Ja, denk het wel. Beter dan met de bus die niet komt. Heb je nog meer in de herfst? Dat zo leuk is. Of niet leuk is. Denk ook aan wurmen en spinnen. Spinnen. Maar die heb je ook in de zomer. Dus waarom? Ik weet al waarom ik daaraan moet denken. Dat je dan. Het zijn van die basisschoolopdrachten. Dan moest je een kastanje vinden. En je wil allemaal naar buiten kastanjes zoeken. Had je kastanjes gevonden. En dan daar dan satéprikkers in. En dan ging je daar weer een soort van spinnenweb van maken. Met touwtjes eromheen binden. En dan had je een spinnenweb. En dan, ik neem aan dat de kastanje dan de spin moest zijn. Of zo. En dan werden die allemaal, het is wel leuk. Eigenlijk moet je in de herfst moet je helemaal niet in het bos gaan wandelen. Dan moet je langs basisscholen gaan wandelen. Want die maken dan allemaal leuke dingen van bladeren en kastanjes. En die hangen ze dan in die ramen op. Kan je daarna gaan kijken. Toch raar. Dit lijkt helemaal niet op een spinnenweb. Beetje. Maar kastanje lijkt zeker niet op een spin. Ook van die tamme kastanjes die je dan in de oven kan gooien om op te eten. En het smaakt dan een beetje naar aardappel. Zoete aardappel. Volgens mij is dat wel. Ik heb het wel eens gegeten, maar. Ik weet niet meer zo goed of ik het nou echt lekker vind. Of dat het zo. Oh, wat speciaal. Iemand heeft een kastanje in de oven gegooid. Oeh. Lekker. Is. Misschien is het wel gewoon lekker. Volgens mij is het wel best te doen. Maar ja, best te doen. Eet dan gewoon een aardappel. Dat wel gewoon lekker is. Misschien maar eens proberen. Lekker tamme kastanjes zoeken en dan in de oven gooien. En beukennootjes. Is dat ook de herfst? En die kleine dingetjes. Een dennenappel. Dennenappels, of is dat meer winter? Maar is dennenappels ook gewoon herfst? Ja. Ik moet wel eens gaan wandelen door het bos in herfst. Ik heb nooit. Vorig jaar in ieder geval niet gedaan. Ja, daarvoor misschien wel. Fietstochtjes. Als het niet regent. Dat is ook zo. Weet je, in de herfst, je weet dat het gaat regenen. Dus het is niet vervelend of zo. Want je denkt, oh, het is de herfst en we zijn in Nederland. Dus het regent sowieso wel. Maar in de zomer dan. Regent het, dan denk je, oh nee, ik wou vandaag juist allemaal leuke dingen gaan doen. En in de herfst is het, ah, het regent, oké. Terwijl je in de zomer dan is het, weet je, je voelt je toch vervelend in de zomer. Het is of, oh, het regent, of het is, ah, oh, het is mooi weer en ik ben niks aan het doen. Of, het is mooi weer en je bent iets aan het doen, maar je hebt constant het gevoel van, ik zou wel vast iets vetters kunnen doen, nu, met dit weer. Al zou je vast wel ook dagen hebben. Ik heb ook wel dagen gehad dat ik dacht, maar het is wel oké. Maar in de herfst is het makkelijker. Oh, het regent weer. Ja, het is de herfst. Dat je niet. Gewoon echt geen hoge verwachtingen hebben. Wat is het weer vervelend?
ja, moet je naar de Canarische eilanden gaan. Als je daarover gaat zeuren. Van die landen waar het, waar het altijd hetzelfde is. Zoals Californië in Amerika. Het is geen land, maar daar is het gewoon, zelfs in de herfst, precies hetzelfde. Dat lijkt me ook saai. Gewoon altijd zon. Bijna altijd. Vast niet altijd, maar bijna altijd. Zelfs in de herfst. Vraag me dan alleen af of die blaadjes dan ook van de bomen afvallen. Dat weet ik niet. Of die bomen dan ook alles leegzuigen. Zou ik eens moeten vragen? Ik heb een vriendin die er vandaan komt, die het vast wel weet. Wel een rare vraag. Hey, in Californië vallen daar dan ook de blaadjes van de bomen af in de herfst? Lijkt me dan ook weer zoiets dat ze het niet weet. Dat ze dan, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat ze dan zo doet van, tuurlijk wel. Kan ook nog. Ah, toch benieuwd. Denk het wel. Of dat ze dan gewoon uitgedroogd zijn omdat het alleen maar zon is. Zonder regen. Ja. Ja. Spelletjes spelen. Bordspelletjes, dat denk ik dan ook weer aan. Maar dat is ook weer zoiets wat je doet als het de herfst is. En dan ga je weer naar binnen. En in het begin, zeg maar, de herfst begint het binnenzitten weer een beetje. Dus dan heeft iedereen er nog wel zin in. Aan het einde heeft niemand er echt meer zin in. En dan is het wel weer leuk dat er... Eigenlijk is het best wel goed opgedeeld zo'n jaar. Want aan het einde van de winter, als de lente eraan komt, dan heb je er echt geen zin meer in. Dan is het, oh, oké, chill, ik kan weer naar buiten. Dan heb je je muren heb je wel genoeg gezien. En genoeg flutfilms gekeken op je televisie. Maar in de herfst dan begint het net. Dus dan denk je, oh yes, kan weer gewoon, weet je, niks doen. En dan gaat iedereen ook weer bordspelletjes spelen. Monopoly en zo. Cluedo was leuk. Cluedo ook weer eens een keertje gaan spelen. Het was Kolonel Mosterd in de eetkamer met een kandelaar. Ja. Maar in de herfst dan heeft iedereen er nog wel zin in. Maar vraag maar eens aan het einde van de winter. Hey, heb je zin om Cluedo uit te spelen? Ah, nee. Ah, genoeg gedaan. Of Risk. Risk is al helemaal drama. Dat vindt iedereen... Oh, iedereen wordt zo naar van Risk. Echt familieruzies ontstaan om Risk. Ik ben benieuwd of die mensen die het spel hebben gemaakt, of ze dat... Ook in hun gedachten hadden van, wow, dit, zullen we dit wel doen? Het is wel heftig hoor, ik denk wel dat dit mis kan gaan. Ja, gezellig potje Risk, helemaal niet gezellig potje Risk. Vreselijk. Zelfs alle bordspelletjes worden, als je dat met familie doet, dan is het, gaat mis. Word je sowieso boos op elkaar. Oh, hoezo heb je... Bartel Jorisstraat gekocht. Die wou ik hebben. De kleine hout. Kalverstraat. Maar in de herfst heeft iedereen er nog wel zin in.
Dan willen ze nog wel. Ja, leuk. Of Rummy Cup. Ja, gezellig potje Rummy Cup. Ja. Gezellig. De herfst is gezellig. Ja. Gezellig. Samen eten. Het eten wordt ook weer een soort van... Daar heb ik ook wel weer zin in. Weet je dat... Veel aardappels en jus. Groenten. En vlees. Weet je dat wild... Wild is ook weer een soort van... Dat heb je dan weer wel in de herfst, heb ik het idee. Dat die, zeg maar, de fazanten en zo weer naar buiten komen. Niet dat ik ooit in Amsterdam een fazant heb gezien. Behalve misschien in de kinderboerderij of in Artis of zo. Maar die zijn dan wel weer een soort van... Of die zijn dan gewoon lekker om op te eten. Die zijn dan klaar. Ik denk dat dat het is. Die worden gewoon geboren in de lente. En dan hebben ze... Oh, hij is nu wel... Ik heb wel honger nu. En hij ziet er wel... Redelijk goed uit nu. Dus ik. Ja, het is wel redelijk groot. Laten we hem opeten. Dat het is. Vegetariërs die vinden dat dan minder leuk. Ik vind het niet per se leuk. Nou, het heeft wel iets. Dat wild. Hertenbiefstuk. Ook lekker. Heel veel jus. Nou, de herfst denk ik wel aan jus. Ik zou een lijstje moeten maken met steekwoorden over de herfst. In ieder geval jus. Bordspelletjes. Binnenzitten. Regen. Flutfilm. Ook een goede film. Vogelhuisjes bouwen. Dat soort dingen ging je altijd doen in de herfst. Van die, het voelt toch meer als een soort van... Misschien wel toch meer ik moet naar buiten. Ik moet genieten van de natuur. In de herfst. Misschien is dat alleen voor mij zo. Ik heb nu ook echt, nu ik erover heb gepraat, echt vet veel zin om... Gewoon niet naar het strand. Dat begrijp ik gewoon niet. Dat gaat mij te boven waarom mensen dat willen doen. Maar ik wil wel door het bos heen lopen. Mooie herfstblaadjes. Ja. Kan je ook weer populair over doen. Allemaal foto's nemen. Kijk. Ik heb gewandeld door het bos. Dat de nieuwe herfsttrend wordt. In plaats van festivals is het... Ah, oh, boswandelingen. Dat je dan boswandelparties krijgt. Dat iedereen massaal in de trein stapt naar een bepaald plek toe. En dat ze allemaal gaan wandelen. Vet veel foto's maken. Vet populair erover doen. Ik zie het wel werken. En allemaal herbariums maken. Moeten ze, ja, niet vals spelen, niet in de magnetron doen. Vind de oven. Nee, dan wordt het dan verbrand, denk ik. In de magnetron. Kijk naar mijn herbarium.
is het wel een herbarium? Ik heb het nu vet vaak gezegd. Straks is het dat helemaal niet. Straks maar even opzoeken. Ook weer dit, die feestdagen eraan komen. Sint Maarten en zo. Sint Maarten nog in de herfst. Ook leuk. Snoepjes ophalen bij mensen. Best raar. Als je gewoon aanbelt en liedjes zingt en snoepjes krijgt. Ik ben benieuwd hoe mensen zouden reageren als ik nu met mijn 23 jaar zou aanbellen met een lampion. En een liedje zou zingen en snoepjes zou vragen. Waarschijnlijk bellen ze de politie. Daar heeft iedereen dan ook weer zin in. Feestdagen. Oh, de donkere dagen komen eraan. De donkere dagen komen eraan. Pepernoten. Maar pepernoten heb je gewoon... Pepernoten had je in juni al of zo. Iemand stuurde een foto van pepernoten in de Albert Heijn in juni. Vroeger was het nog een beetje... Toen kwamen ze nog in de herfst, toen ik klein was. In de jaren 90. Toen was het nog normaal. Oké, pepernoten. Herfst. Het wordt weer donker. We kunnen nu wel weer de Sinterklaas dingen eruit gooien. Maar nu is het gewoon al in de zomer. Heb je het net gehad? Heb je net Sinterklaas gehad? Nou, is ook weer niet helemaal waar. Beetje overdreven. Maar doe ze dan gewoon het hele jaar, want ze zijn best wel lekker. Pepernoten vind ik best wel lekker. Dat het dan gewoon een year-round pepernoten kan kopen. Speculaas kan je wel het hele jaar kopen. En vroeger was het wel in de herfst. Wel altijd, om weer terug te komen op kleren. Alhoewel, ik weet niet wanneer de herfstcollectie uitkomt. Maar iedereen heeft het altijd over de herfstcollectie. Maar daar gaan iedereen ook altijd helemaal. Wat is daar helemaal? Oh, herfstcollectie van Paul Lagerfeld. Karl Lagerfeld, vroeg. Ik denk dat vrienden van mij nu echt super boos op me worden dat ik dat verkeerd heb gezegd. Sorry Rijn, het spijt me. Karl. Ja, benieuwd hoe de herfstcollectie is. Ik zal het wel aan Rijn vragen. Maar misschien is het dat in de herfst... de lentecollectie uitkomt van die en die. Dat je even kan sparen ook. Zo achterlijk duur is. Oh, dat jasje kan ik nu gaan sparen en dan heb ik hem voor de lente. Dat zou ook kunnen. Wel slim dan. Dat het is.
ook niet zijn dat ik alles heb gehad. Dat kan gewoon niet. Het bestaat niet. Ik denk wel, ja. Ik denk aan kaplaarzen. Kaplaarzen door de modder heen springen. Heel veel wassen. Tenminste, als je klein bent. Dat je moeder... Dat ook nog. Dat je dan ging buiten spelen. En dan kwam je terug. En dan die blik in mijn moeders ogen. Dat is ook... Boos ook. Terwijl ik was buiten aan het spelen. Het was gewoon gezond. Maar dat je dan zo besmeurd was met modder en onzin. Dat het... Oh, moet ik weer wassen? Je nieuwe jas! Ja. Hoezo doe je dan een nieuwe... Je gaat toch buiten spelen? Dan moet je me geen nieuwe jas aandoen. Je nieuwe jas, helemaal vies. Helemaal onder de herfstmodder. Hup, in de wasmachine. Toch voelt... De herfst voelt echt alsof je vinylplaten moet gaan luisteren. Of de radio. Daar denk ik echt aan. Een regenachtige dag en dat je dan... Nee, we gaan geen cd luisteren. We gaan luisteren naar de radio. Want dat kraakt lekker. En het voelt gezellig. Kaarsjes aan en dan eten met aardappels en jus. Dat is wel echt... Zo voelt de herfst een beetje van mij. Het is wel... aardappels met jus. Ik denk dat er ook wel... Ik denk dat televisiemaatschappijen en zo en films... Dat ze wel rekening houden met... Televisie, zeg maar, dat je dan... Zo'n serie uit laat komen of zo. Misschien worden de afleveringen van Goede Tijden, Slechte Tijden ook beter. Zeg maar dat ze in de... Ik kijk het niet hoor, dus ik heb geen idee. Maar dat ze dan... In de zomer en zo... Dat, ah, weet je, niemand kijkt nu toch. Dus we kunnen nu gewoon een beetje... Ja, voor de lol, voor spek en bonen. En dan is het weer herfst. Is het, oh, mensen gaan weer kijken. Dus ik moet nu wel echt mijn best gaan doen met acteren en... Dat alle scenario-schrijvers dan ook, shit, ik moet nu wel weer mijn best gaan doen. Ik moet nu wel een soort van pakkend verhaal gaan maken. Nu gaat iedereen wel weer kijken. En ik moet ze wel vasthouden tot het weer lente wordt. Dat ze dan eigenlijk allemaal op vakantie gaan. En dat alle stagiaires in de zomer alle afleveringen schrijven. En dat in de herfst komen ze weer terug. Met al hun cash die ze hebben verdiend. Die zal weer uitgeven en dan gaan ze weer aan de bak. Zou ik doen. Een goede stagiaire zoeken. Al die reclames, die kinderreclames voor speelgoed. Krijg je nu ook weer. Playmobil kastelen en Lego kastelen. Precies op tijd voor Sinterklaas. Net van tevoren. Dan kunnen ouders gaan sparen. Dan denken ze, nee. Die reclames zijn er weer. Moet ik weer harder werken. Keihard werken. Omdat je zoontje of je dochter dan het Playmobil kasteel wil. Toch vond ik die reclames toen ik klein was, vond ik het echt. Echt super tof. Oh, leuk, dat wil ik. Ik kreeg het nooit, maar. Oh. Ook vroeger. Toen klein was die. De Thunderbirds.
Thunderbirds eiland. Die wou ik ook vet graag, maar dat was natuurlijk veel te duur. En dan had je één vriendje of zo, die had hem dan wel. En dan kon je daar dan langs gaan. Want dan ging je, het was dan herfst. En dan ging je niet buiten spelen. Of dan ging je, omdat het regende of zo. En dan kon je met het Thunderbirds eiland spelen. Ja. Dat doet de herfst met je.